Yo, kijkers van Dus David Games. Lars en David weer terug met een gloednieuwe aflevering van The Forest. Hier op DDG. En David, ons vliegtuig is nou voor de tweede keer neergestort in dit bos. Ik weet niet wat dit voor vliegtuigmaatschappij is. Het is Vaal Airlines. Ja, dit is gewoon niet normaal meer. Ik ga toch echt ondertussen een keer een claim indienen bij deze vliegtuigmaatschappij. Dit is gewoon echt niet normaal meer. Lars! Wat is, jong? Ik heb een GPS, ouwe. Nice! Ja, hoe? Een greep. Een lizard! Achter jou! Waar? Wat? Waar? Oh, daar, ja, ik zie hem! Ka! Stef! Klunk! Nee, mijn E, mijn inventory doet het niet. Niet? Nee. Dan moet je een ander knopje hebben, misschien. Ja, maar welke is het dan? Als ik op E druk, dan kom ik op de inventory uit. Ja, godver. Oeh. Wat is het? Nee, ik heb een radio. Oh jee! Dan kunnen we misschien om hulp bellen, want dat is wel handig om te hebben. Aangezien het best wel heel erg slecht gaat hier. Maar ik wil dat... Oeh. Nou, weet je, we kunnen leren van de fouten van de vorige keer. De vorige keer hadden we echt te weinig eten. En te weinig spulletjes. Dus die moeten we gewoon nu hebben. We moeten nu een voorraad aan spullen gaan aanleggen. Dikke wapens, maar ik kan niet eens in mijn inventory kopen. Waarom niet? Oh, het is I van inventory, niet E. Ik heb geld! Geldwolf dat je bent? Wat ben je dan hier? Ik heb geld, jongen! Oh, commerciële klootzak! Hé, maar ik vraag me wel af, zal ik dingen kunnen droppen bij jou? Dingen kunnen droppen? Ja, vast wel. Ik heb een pedometer, dan kan ik mijn steppen kan ik checken. Vet. Nuttig om te hebben als je net beneden gestort. Hebben we alle koffers? Nou, er zijn er nog wel een aantal, maar ik denk ook... Ja. Dat we eventjes terug het vliegtuig in moeten, of in ieder geval één van ons moet terug het vliegtuig in, om eten te halen. Want ik heb nu een aantal chocoladerepen. Ja, ik ben al naar binnen geweest en daar heb ik mijn GPS gevonden. Oké, nuttig. Er liggen nog een paar koffers, waaronder deze verschrikkelijk lelijke. Nou, hey, nou. Ik heb een, wat is dit voor ding? Een roze kleding. Ik heb boes. Ik heb drank! Hey, fuck deze overlevingstocht. Daar heb jij niks aan. Hier is een balletje. Ja, ik wil lekker zuipen. Oké, even kijken. Wat heb ik allemaal? Ja, ik heb dus cash. Ik heb een talkie-walkie. Een talkie-walkie? Een plastic torch! Nee! Oh! Check! Waar? Ik heb een zaklamp. Oh, nuttig! Kan ik die echt niet droppen? Je moet toch wel een zaklamp kunnen droppen? Hey, ik heb vol eten en volle dorst. Dat heb ik helemaal goed gedaan. Dus ik heb geen honger, geen dorst. En dan moet ik ook even eten, want ik heb hier eten. Klik, 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 klik. Ik wil ook eten. Ik heb alleen maar 5 marsrepen naar binnen weten te werken. Dat is niet gezond. Wat ik wel goed vind, is dat we op een andere plek zijn dan de vorige keer. Ja, maar dit vliegtuig is inderdaad ook een andere route, heeft het waarschijnlijk genomen. Dit is tenslotte Vaal Airlines. En Vaal Airlines die vliegt overal op de wereld, alleen ze komen nooit aan. Dus Lars! Dat is balen van die gasten. Wat is, jong? Ik ben een kikker! Skinny dipping! Hallo! Jij sprong raar. Hier, ik spring in het water. Mijn zaklamp wordt nat! Nee! Beter dat je zaklamp nat wordt. Maar voor mij kun je dus geen items aan elkaar geven, of wel? Ja, het zou toch wel moeten, denk ik. Ik kan jou niet iets geven. Ik kan ook niet met jou interacten. Dude, klik eens op E. Of op I. Voor mij zwemt er dan een vis door je beeld heen. Had ik wel. Nee, er zit een hele rare meneer die op het water loopt. Ah. Waarom loop jij op het water? Ja, gewoon. Hé, zullen wij even zo'n dorpje gaan zoeken voordat het donker is? Ja, slim. Koffers. Mijn koffers. Ja, dit is een specifiek lelijke koffer. Wat de fuck gooide ik? Ik gooide iets. Ik weet niet wat het was. Geen idee, maar ik neem alles mee. Kleding. Hoe doe ik die verschrikkelijk lelijke aansteker weg? Wauw, we zitten hier bij een vet mooie rock. Oh, wauw, dat is een supergooie mooie... Hey, ja. Zie jij ook dat ik weer met mijn zaklamp opschijn? Nee. Ik ga gewoon rechtdoor. Gewoon YOLO. Ja hoor, ik raad uit. Ik wel iets tegen. Het is niet zo... Zijn die mappen gegenereerd of zo? Of hoe zit dit? Ik heb geen idee hoe dit werk doet. Het vliegtuig is neergestort op een andere plek. Dus misschien dat hij of het vliegtuig steeds op een andere spawnpoint gooit. Of dat het gewoon inderdaad een compleet random map is. Wat best wel pittig heb ik zo zeggen. Dat was de wind. Laat maar. Ik liet een wind. Oh, waar zijn we? Oh, dit is de hemel. Een open vlakte. Dit is toch epic?
Dat is ook wel heel handig, want in een open vlakte kunnen we die rare beesten misschien beter zien aankomen. Oh. Hallo, anybody? Oh, Flappy, kom op! Aars, weg Flappy. Dude, er zit niemand in de tent. Ze zullen toch niet allemaal dood zijn, hè? Hé, hey, kijk nou hier, een bureaustoel. Om te gamen, nuttig. Hé, oh, hey, maar hier hebben we een beetje overzicht, dat is voor het eerst. Dan kunnen we tenminste zien wat we doen. Ik denk dat... Kijk daar rechts, hé, hey, rechts. Wat? Kijk eens, daar is zo'n dorpje. Is dat een dorpje? Waar we de vorige keer waren. Oh, wauw. Jawel, dat was de... Jawel, oh was ja, de dat is hier. Zie je wel? Andere plek. Dit is een heel ander dorpje dan de vorige keer. Dames en heren, wilt u misschien wat doneren aan de bloedbank? Dat kan namelijk. Wauw. Hé, hey, je kan met de tafel gooien. Kun je hem ook... Kom, we gaan tafel tennissen. Table flip. Gooi die tafel erbij toe. Oké, komt ie. Met de tafel. Kom hier. De tafel staat bij jou op een heel andere plek volgens mij. David, weet je wat dit voor tafel is? Nou? Het is de tafel van één. Ja. Hé, hey, Jezus. Er ligt helemaal niks hier. Behalve een... Uh-oh. Ik heb hier een scheisse. Dood lijk. Zie jij hem ook? Nee, ik heb hem meegenomen. Hallo. Wat oh, G is drop. Echt waar? Ja. G, kan ik iets droppen? Ja, maar ik kan niet mijn... ben ik dan mijn wapen kwijt? Ik heb mijn bijl kwijt. Ah nee, die moet je opnieuw pakken. Oké, okay, hey, maar hier is niks te doen. Nee, verder zie ik niet echt iets heel nuttigs hier. Kunnen we om dit meer heen lopen? Oh, en dan via het eilandje. Yeah. Oké, okay, we gaan even kijken. Hey. We gaan kijken wat daar is. Ga maar voorop, ik durf niet. Oké, okay, ik ga voorop. Doe. Met je aanstekertje, het ziet er zo stom uit. Nee, lijkt me ook niet heel slim om erin te springen, als ik heel eerlijk ben. Oké, dan doe ik het niet. Lijkt me niet echt slim. Ja, tenzij je per se zelfmoord wil plegen op deze hele... Oh, ik glij bijna naar beneden. Ik ook bijna. Nee. Ja, ik wel, ik wil naar beneden. Waarom wil je naar beneden? Awesome. Kun je mij niet een setje geven? Ja, ik ga het proberen. Sterf, David. Oh, waar ben je nou? Ik sta op het randje. Maar nee, dat heeft geen zin. Oké. Okay. Gaat het niet worden. Rip. Waar gaan we dan heen? Dan toch maar weer het bos in, hè? Om weer to the max. Hey, maar ik ben eigenlijk juist wel benieuwd naar wat die mannetjes allemaal doen overdag. Jij niet? Ja, die zombies die we de vorige keer tegenkwamen. Nee, dat zijn geen zombies. Beetje respect, het zijn doodnormale mensen. Ja, maar waarom willen ze ons dan aan? Dat was ook niet netjes. Ja, maar wat zullen ze doen? Fappen misschien de hele dag? Nee, dude. Elke keer als ik mijn zaklamp pak, dan gaat hij daarna weer weg. Je gaat me niet vertellen dat je zaklamp leeg is. Nou. Het scheelt niet veel. Maar aansteken. Nee, hij doet het weer. Oké, okay, mijn zaklamp totaal niet. Die kan ik heel even gebruiken zo. Zie je het of niet? Nuttig dit. Nee, ik zie zelf helemaal niet. Ik zie jouw zaklamp niet werken. Oh crap. Kan ik hem echt niet dumpen of zo? Ja, Gede dropte iets, dacht ik. Maar ik zag hem net niet op de grond liggen. Toen ik zelf... Ja, ik zag hem! Ik zag je zaklamp. Huh? Ik weet niet wat je deed. Hij gaf licht. Ja, er is... Oh, daar was hij weer. Nou is hij weer weg. Ja, want de batterij is min 1000 of zo. Ik zag echt zaklamp licht. Dit is echt zo bullshit dit wat we hier doen. Ik ga me opofferen om even te kijken bij de Oogie Boogies. Ga jij naar de Oogie Boogies? Okay. Als je de Oogie Boogies ziet... Dan rij jij naar die maan. Juist. En dan doe je ze de hartelijke groeten. En dan zeg je maar de groeten van Vaco, zeg je dan. Ik zie ze. Zie je de Oogie Boogies? Waar zijn de Oogie Boogies? Staan ze daar? Ja, hè? Op het strand. Volgens mij staan ze op het strand, inderdaad. Ja. Ik ga kijken. Blijf staan. Ja, ik blijf staan. Het zouden ook stukken boomstam kunnen zijn, hoor. De Oogie Boogies. Dan zijn ze wel behoorlijk... Staan ze al behoorlijk stil. Oh, het zijn boomstammen. Niks aan de hand. Gewoon okay. Boomstammen, niks aan de hand. Niks aan de hand. Ik ga nog een keer bij de Oogie Boogies kijken. Dit komt vast goed. Ga jij bij de Oogie Boogies kijken? Hoe moet ik ze aanspreken? Met meneer? Zeg, hooggewaardeerde Oogie Boogie. Ik ben David van Dus David Games. Ik kom in vrede. Oké, dit is een challenge. Durf ik 10 seconden stil te staan in een kamp? Het is de kamp challenge. Oh, dit is echt super, super creepy. Zie je mij nou lopen? Ja, ik zie je lopen. Heel goed okay. Zelfs. Bij mij zie ik er eentje staan, maar fuck it. Ik kijk nu jou aan. Ja, ik kijk naar jou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ik hoor die vliegen, 7, 8, 9, elke keer fuck 10. It, ik ga hier weg. Fuck it, hell. Ik snap er helemaal niks van. Hey, what the fuck, ik heb wel een hagedis in mijn hand. Hey, we noemen hem Harry.
Maar nou moeten we toch echt even op zoek naar die Oogie-Boogies. Want misschien dat zij ons kunnen helpen met... Uh-oh. Wat is dat? Een stoel. Die kom je toch aanvliegen? Ik zie een rondvliegende stoel. Haha. Levenslink dit. Ik pak gewoon mijn bijl er weer bij. Ik vertrouw het voor geen meter. De hele map is hier ook, zeg maar, een beetje... Niet zo af, zeg maar. Ja, low textures, een beetje alpha, dat is wat het is. Ja. Oogie boogies. Ik zie ze echt niet. You're cold and wet, build a fire to get dry. Man, ik ben al zo lang aan het rennen, dan zijn mijn kleren toch wel weer droog. Ze moeten niet zo zeuren. We kunnen best wel ergens tegen, hoor. We hebben net een vliegtuigcrash overleefd, tot Jan 325 dubbeltjes. Lars, waar moeten we heen? De tactiek van overleven is altijd gewoon blijven staan. Maar ik denk dat we lekker op de maan af moeten gaan. Oké, volg de maan. Volg de maan, maar doen Wolf ook altijd. Ik kan trouwens niet meer redden, GG. Niet? Nee. Dan laat ik je lekker achter. Succes, hey, veel plezier. Hey, ho, niet achterlaten. Nee, wacht. Ik ben de heilige beschermengel der islands. Oh ja. Oké, ga lekker staan. Dat was ik even vergeten. Is veel leuker. Oogie boogies. Ik zie ze echt niet. Misschien moeten we het grote Oogie Boogie lied voor ze zingen. Ach, dat zou kunnen natuurlijk. Hoe ging het grote goede Oogie Boogie lied ook weer? Hoe ging dat? Het begon iets met... Zo ging dat lied inderdaad. En vervolgens ging het iets van... Toch? Ja, en dan moet je daar een remix van maken en dan komt het goed. Ja. Hele mooie remix. Misschien dat alle Oogie Boogies gewoon thuis zitten voor de televisie. Is er niet een voetbalwedstrijd op tv toevallig? Ik weet het niet. Oogie Boogie FC tegen FC Blubi of zo. Hey, we zijn boven aan de berg. Daar bovenop de berg. Daar zit een Indiaan. Hij wou graag springen met zijn zwembroekie aan het paaien. En van je hela, 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 ho, la, la. Hey, hela. Waar gaan we heen? Die kant op. Ja, achter je. Daar is een Oogie Boogie. Ik pak hem! Oogie Boogie! Hij gaat weg. Oogie Boogie. Hij rent weg. Oogie Boogie. Kom hier. Kom hier. Oogie Boogie. Kom eens. Kom eens. Oogie Boogie, kom maar. Kom maar, schatje. Er is niks aan de hand. Huh? Hij is snel. Hij gaat weg. Oh, een pussy, Oogie Boogie. Ik denk dat ik weet waarom. Lars, ik denk dat ik weet waarom. Waarom? Kijk om je heen. Wat gebeurt er? Het wordt weer dag. Hebben wij dan... licht. Hebben wij dan de Oogie Boogies verslagen door als een stelletje maloten rond te lopen dat ze ons niet konden vinden? En dan heeft hij ons gevonden en neemt hij, ah, crap. Zon. Het wordt licht. Ik denk dat wij gewoon eindelijk eens een keertje een nacht in deze game overleefd hebben. Hoe mooi is die? Ik vind het mooi. We hebben de Oogie Boogies gewoon overleefd. Hoop ik dat hij nou niet in mijn nek genaaid wordt. En ik zie niks. Ik denk even gaan kijken waar hij nou precies heen liep. Ja, en dat wij de video gaan afsluiten. Dat het is gewoon geslaagd. Volgende keer kunnen we dan, denk ik, gaan survivalen. Ja, dan moeten we ook echt daadwerkelijk gaan craften. Bijvoorbeeld met dit elektronische ding dat ik hier gevonden heb. En nog een elektronisch ding. En een stok. En een iets. En dan gaan we gewoon hele mooie dingen maken. Wij gaan even uitzoeken hoe het allemaal precies werkt. Met crafting en met dingen samenvoegen tot een nieuw voorwerp. Gaan we helemaal uitvissen. Mochten jullie nog tips hebben voor ons tijdens het overleven hier in dit bos. Laat ze dan vooral achter in de comments. Mocht je zin hebben in meer van dit soort gevaal, check dan zeker eventjes de vorige video van The Forest. David is daar ergens, ik heb geflauwd in mijn waar. Kom maar aan, er is niks te zien. Helemaal niks. Is er niks te zien daar? Hij is weg. Oké, hij is weg. Nou, dan hebben we deze aflevering officieel overleefd. Ik geef hem een stempel van succes. Kijkers van DDG, mochten jullie het tof vinden om meer van ons te zien hier in The Forest, doe dan zeker eventjes een like op deze video. Doe dat eens eventjes niet. Ik was heel beleefd tegen de kijkers van DDG aan het mappen en nou zit jij hier een beetje agressief te doen. Is niet goed. Kijk eens naar DDG. Bedankt voor het kijken. En bedankt voor het volgen. En tot de volgende keer! Hey!